Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Giga, oftewel Gideon Gaming, met deze week weer een episode uit Imperion Galactic Survival. En hierbij wil ik jullie de voortgang laten zien, want ik heb ondertussen best wel een basis gebouwd waar ik trots op ben, dus kijk met me mee. Goed, zoals je ziet, ik ben zojuist wakker geworden uit mijn tent. In mijn tent. Ik ben opgestaan uit mijn tent. Weet ik veel hoe ik het moet noemen. Maar in ieder geval, ik heb geslapen in de tent. Het is weer dag. Het is zoals rechts staat. Nog 10 minuten dag ongeveer. En dat is dus altijd, hè, 12 minuten denk ik. En dan is het ook weer 12 minuten nacht. Totdat je in de tent gaat liggen. Want dan slaat hij de nacht lekker over. Nou, wat ik heb gedaan is ik ben begonnen met een basis. En wat ik heb geleerd is dat in beton, of met beton, je eigenlijk heel snel een toch wel een leuke basis kunt bouwen. Dus, als we hier gaan kijken, ik ben even met mijn droid, als het ware, die ik laat vliegen. Dan zie je, ik heb al 3 defense turrets staan. Ik heb grote zonnepanelen, behoorlijk wat zonnepanelen. En als ik te ver weg vlieg, dan krijg ik wat storing, zoals je ziet. Maar best wel een behoorlijke oppervlakte van de basis. En hoe ik daarmee begon is natuurlijk gewoon door beton neer te zetten. En daar, zoals je hier kunt zien, wat machines en apparaten op te zetten. En toen dacht ik, hoe vet als ik dit doe. Hè? Dus een basis, maar hem in gaan graven in plaats van de lucht in gaan bouwen. Natuurlijk kan ik met trappen en liften kan ik de lucht in. Maar ik denk, weet je wat ik ga doen? Ik ga hem ingraven, uitgraven. Nou, en ik kan je zeggen, ik vind het super gaaf, maar het was behoorlijk wel wat werk. Ik heb hier oxygen tanks. Is belangrijk dat ik om de zoveel tijd daar even O2 bottles in doe. O2 maak ik van water. Water is in de buurt. Dus dat is makkelijk aan te komen. Ik heb, hier heb ik mijn ammo's. Dan heb ik 30 mm bullets voor mijn grote turrets in zitten. En als ik dan hier ga kijken, dan komen we in, ja, wat zal ik zeggen, een soort Industry B. Ik heb hier mijn kookapparaat, food processor heet het. Ik heb hier mijn koelkast, waar ik het een en ander in heb zitten. Dingetjes die ik heb verzameld en dingetjes die ik heb gekookt. En ik heb hier een cargo container waar ik allemaal spulletjes in heb gestopt. Natuurlijk, eigenlijk het belangrijkste apparaat wat er is, de constructor. Want daarmee construct je, dus daarmee ga je alles maken. Dit wordt mijn repair bay. Eigenlijk niet dit hier, maar net daar beneden. Daar wil ik een repair bay van maken. Zagen jullie ook regen? Het onweert. Zo mooi alles gemaakt. Beton. En dan regent het gewoon binnen. Zag het eruit. Beetje jammer, hè? Maar goed, het is alfa. Ik vergeef dat. En als ik hier naartoe ga, kijk, dit heb ik als laatste ongeveer gemaakt. Dit is mijn hangar. Dus hier mijn explorer. Mijn Hoover Explorer. Vind ik alvast leuk. Natuurlijk heb ik die uitgezet. Ah, best wel mooi. Hij is ook echt gegroeid, hè? Eerst was het een vierkant dingetje. Dus eigenlijk dit achterste stuk zat er nog niet op. En dat zit er nu wel op. Want ik kan daarna uit respawnen. Als ik dood ben, dan kan ik hier uitkomen. En ik kan mezelf tot leven wekken. Medic station. Ik heb 2 keer cargo boxes. Hier ook nog. Dus ik kan veel cargo meenemen. Ik heb hier de harvest cargo box. Dus als ik weer bomen heb gemaaid, dan komt dat daar aan terecht. Ik heb een vriezer erin zitten. Een detector ding. Weet ik veel. Een antenne-achtig apparaat natuurlijk. Oh, kijk eens. Er komen drones. Dus, luister jongens. Dit is gaaf. Eén is neer. Gestort. Mijn basis schiet ze nu dus uit de lucht, hè. Super gaaf. Kom op jongens, we gaan erop af. Even deze aanzetten. Dus even wennen. Past allemaal net. Maar ja, net kan genoeg zijn. Toch? Denk het wel. Gaan we dan. Gaan we even kijken. Kijk eens. Moet je eens even kijken. Ik vind het zelf leuk. Het is krap. Maar ik vind het wel een leuke ingang. Die ik heb gemaakt. Kijk. Hangar 1. Daar is de ingang voor. En daar zijn dus nu 3 neergestorte droids. Drones. En daar wil ik even naartoe. Want als ik daar naartoe ga, dan kan ik daar de spullen uithalen. Dus ik land deze weer. Ik zit in een soort van gifwolk. Ik heb ondertussen wel
een pakje aan. Dus ik kan nou tegen al die giftige gassen. Ik heb allemaal researched. En huppelijk hier naartoe, want dat vind ik fijn. Pakken we de spullen die erin zitten. En daar zitten goede spullen in, jongens. Dan gaan we ook naar de volgende drone. Deze is ook uit de lucht geschoten. Jullie weten nog van de vorige video dat ik helemaal in paniek was bij één drone. En nou vind ik het eigenlijk leuk als ze komen. Omdat ze dus spulletjes brengen. Ze storten neer. En ik ga er daarna op af om, om mij die spulletjes te halen. Lekker huppelend. Altijd leuk. Huppel de huppel. Radiated fog, daar zit ik nou in. Dus dat is niet helemaal lekker om normaal in te lopen, maar gelukkig heb ik een goed pakje aan. Kei goed pakje aan. Terug naar de Explorer. Want ik was nog niet klaar met de rondleiding. Maar ja, als we aangevallen worden, kunnen we maar beter wel eventjes gaan kijken welke spullen we ervan krijgen natuurlijk. Dus, huppelen, kom op, rennen, kan ook, mag ook allemaal. Van mij mag van alles, als we maar opschieten. Nou, gaan we weer omhoog. Mooi, hè? In een giftige wolk, dus dat ziet er zo uit. En als ik hier zo uitvlieg, dan wordt alles weer een beetje een normale kleur. Want giftige wolk verkleurt natuurlijk alles. Hij werkt een beetje als een filter. Nou, gaan we hier de base weer in. Moeten we iets lager boven de grond hangen, want anders pas ik er echt helemaal niet in. Kijk, deuren gaan automatisch open. Super gaaf. Nou, ben ik hier. Kan ik opzij. Oh, ik bots. Voel ik. Ik ga wel even opzij. Ik vind het wel moeilijk om hier nog in te vliegen. Daar moet ik nog een beetje aan wennen. Maar goed. Uiteindelijk, bonk, bonk. Met een hoop gestoot overal tegen alle muren. Komt het allemaal goed. Dan land ik deze weer. En dat is dus leuk, hè. Zelf gewoon alles bouwen. Oh, ik land hem wel, maar ik moet hem natuurlijk ook uitzetten, anders kost het onnodige energie. Kijk, nou, voor nog geen procent kwijt. Super fijn. En daar staat hij dan. De Explorer 23. Zo heb ik hem genoemd. Waarom? Omdat 22 mislukt waren? Nee, gewoon omdat ik gewoon een naam moest hebben. En dan 23 vond ik wel leuk. Nou, hier dus O2. En daar kan ik mijn pak mee vullen, de O2. We hebben hier dus de hangar, daar komt de Repair B. En misschien dat ik aan de andere kant ook nog een uitbreiding ga doen. Qua dat ik meerdere schepen kan herbergen in de berg. En dan hier aan deze, dit is mijn nieuwste aanwinst, heb ik echt net gemaakt. Plantjes. Kijk, hier wordt ook zuurstof naar binnen geblazen. En een speciale UV-lamp zit erboven. En daar zou dit allemaal van moeten gaan groeien. Dus, het is nog net te jong, zie ik. En hier zit nog niks in. Maar dat zou moeten gaan groeien. En dan heb ik gewoon mijn eigen plantjes in de buurt. Ik heb hier behoorlijk wat fuel tanks. 66% vol nu. Normaal doe ik daar biofuel in. Dat maak ik dus voor een bomen. Hier kap, maar ik denk dat er ook in kan. Nou, dat is niet echt veel waard, maar het kan wel. Iron ore. Is de volgende missie. Whee. Where are you? Kijk wat een relaxte hoovercraft dit is, jongens. En hij beschermt zichzelf. 4 gun automatische turrets erop. Dus zonder problemen kan ik deze in de buurt zetten. Dan beschermt hij mij wel. Hier is iron. Daar wil ik even naartoe. Ik zet hem neer. Ja, en daar staat hij. Om energie te besparen zet ik de thrusters even uit. Dan ga ik hiernaast staan. Drone erbij. En dan gaan we graven, jongens. Dan gaan we graven. Iron moeten we hebben. En veel ook. En toen hadden we de iron verzameld. En dan gaan we natuurlijk terug naar onze solar bunker. Wel mooi tussendoor. Ik weet niet of dat ik genoeg koper had ook nog. Maar dat zie ik vanzelf. En anders moet ik maar weer even terug. Maar dat is ook niet heel erg. Iets lager liggen. Dat is
Anders was het niet door de deur. Gaan we weer. Nou ga ik het anders proberen in te sturen. Kijk eens. Alsof ik al handiger in word. Nou ja, iets. En dan gaan we eens kijken of dat ik nou die turret wel kan maken. En dan gaan we die turret neerzetten op een plek die ik al voorbereid heb. Ik wist al dat daar een turret moest gaan komen. Alleen, ik had toen net geen materialen meer om de turret neer te zetten. Dus, nou, driemaal raden, waar moet die komen dan? Natuurlijk moet die hierop. Natuurlijk wel. Dit is wat we willen. Dan kan ik nog kijken. Een minigun turret kan dus ook. Dus we pakken gewoon een mini turret. Een minigun turret. Die zetten we daar neer. Want dan hebben we hier de kanonnen. En hier een minigun. Hoe cool is dat? Het enige is dat ik dan wel minigun bullets ook in mijn armor canisters moet doen. Maar volgens mij heb ik die. Dus dat kan best goed komen. Volgens mij krijg ik die ook iedere keer. Uit de drones die langskomen. Dus dat vind ik wel leuk. Nou, weer terug naar binnen. Het waait ook een beetje. De zon schijnt, dat is goed hè. Daar laden mijn batterijen van op. Mijn capacitors. Kijk, hierin heb ik nu geen minigun zitten. Oh, maar ik had er wel een paar bij me, zie ik. Ja, dus dat is alvast leuk. Dan ook hier. Dat is de kat die even voorbij komt zetten. Ja. Staart in je face. Hallo. Hi. Gaat het goed? Ja. Gaat wel goed. Ja. Dus zeg maar hallo. Nou ja, heb je ook wel eens. Ja, dan ga ik hier even kijken bij de ammo canister. Om die minigun bullets eruit te halen. Ja, kijk eens, 800. Ik wist dat ik ze ergens had, dat wist ik. En dan stoppen we die er ook. Dan kan onze nieuwe gun. Die kan ook weer vechten tegen de drones die aankomen. En dat vind ik super gaaf. Kijk eens. Ah, die kan voorlopig wel even schieten. Nou, ik had nog een paar lampjes gekregen. Dus die lampjes die neem ik mee naar hier. Want hier had ik eigenlijk nog helemaal geen licht. Helemaal niks geen licht. Kijk eens wat een donker hol eigenlijk. Dus daar wil ik wat lampen gaan ophangen. Oh, mooi. Nog meer. Mooi. Ja, even kijken hoe het eruit ziet. Nee, dat vind ik te. Too much. Dat is net metaal. Dat lijkt ook nergens op. Nope, dat is meer voor een muur. Meer voor een vloer. Oh, bijna Romeins. Wel mooi. Vinden we niet? Kan die niet anders, hè? Nee, blijkbaar niet. Kijk, mooi. Kan die weer niet andersom? Wat stom. Ja, nou ja, goed. Je kunt er wel zo iets leuks van maken, natuurlijk. Maar misschien is dit veel logischer, dat weet ik niet. Beetje vrijmetselaars. Freemasons. Dus één zo'n balkje gemetseld tussenin. Hartstikke leuk. En natuurlijk, dit is nog steeds Hangar One. Oh, ja, ik had het wel goed geselecteerd, maar ik wist het niet meer zeker. Dus, Hangar. Nou, had ik niet goed geselecteerd. Ja. Hangar One. Yes. En dit dingetje gebruik ik overal bij. Ik weet niet precies waarom. Maar dat deed ik al. Dus dat doe ik nou weer. En dan kan ik natuurlijk ook nog zoiets stoms doen. Zo'n lijn. Overal. Dat geeft dan de indruk. Pas op. Hier niet tegenaan. Ho. Hier niet tegenaan vliegen. En dan denk je bij jezelf. Ja, maar dat snap ik toch wel. En dan ja. Dan zeg ik, dat klopt, dat jij dat waarschijnlijk wel snapt. Maar dan nog steeds moet ik dat even aangeven.
Kijk eens hoe mooi. Ja. Er kan nog veel meer dingetjes staan hier. Ik vind eigenlijk deze denk ik wel mooier daar. Ja. Nice toch? Kijk nou eens even. Hoe leuk. Hoe cool. Nou, zijn we nog steeds niet klaar. Want geloof het of niet, maar we kunnen ook nog esthetisch het een en ander aanbrengen hier. Kijk, daar zit al iets bij. Kan ik daar dan ook doorheen? Nee, dat dan weer niet, maar dat is niet erg. Ja, zo. Die komt daaruit. Pieter Post. Die zit er zomaar vast en die gaat gewoon daar in de muur. En dan denk je, ja, maar van beton, dat is toch niks? Dan zeg ik, daar heb je helemaal gelijk in. En dan kan ik hier met de textures wel zeker wel degelijk iets aanpassen. Waardoor je echt zoiets hebt. Oh, dat is vet. Kijk eens. Bijvoorbeeld dit. Nou nee, dan krijg je gelijk wat feeling ermee. Heeft het alweer wat. Kijk, de vloer is bijna mooi afgemaakt. Want alleen de hoevenkrachtplek natuurlijk nog niet. En dan heeft onze hangar heeft echt wel nog een beetje zand. Haal ik daar gewoon weg natuurlijk. Is het helemaal weg, bijna. Oké. Ook nog eens heel gaaf is dat je rekening moet houden met dat de boel kan instorten. Ik ga jullie laten zien wat ik bedoel. Ik druk op N, ik zeg debug, ik zeg structural integrity. Kijken we omhoog en dan zien we dat echt super fel lichtgroen is goed. En hier is een gebiedje dat is wat donkerder. Wat donkerder, gelukkig niet heel donker. Maar dat betekent dat hier wat minder ondersteuning is. En dat klopt ook. Dat zit ver van de muren af. Dus hier zou het eerst instorten. Als het nog donkerder qua kleur zou worden, dan zou het daar dus helemaal misgaan. En dan stort het dus ook gewoon in bij dit spel. Dus ik heb in eerste instantie dat plafond eigenlijk gemaakt. Toen heb ik het een en ander moeten uitgraven. Maar heb ik wel gelijk de muren eronder gezet. Want anders zou het al instorten voordat ik klaar was met het uitgraven. Nou, die dingen zijn natuurlijk gewoon heel vet. Heel vet gedaan. Ik zit hier nog kleine restanten van de aarde die ik weg heb gehaald. Ik dacht hier ook wat te zien. Ja, heb ik goed te zien. En hieraan kun je gewoon zien dat er super veel in zit. Nou, ik zeg, drone weg. Deze even uit. Ik sla hem even op. Ik kijk even of dat we nog genoeg ammunitie hebben in onze hoevenkracht. En anders gaan we gewoon eens eventjes op pad om te kijken hoe het verder staat. Genoeg ammunitie, dat is duidelijk. Eten, ik kan wel een hap eten gebruiken. Dus dat ga ik nog even doen. En dan gaan we onderweg naar een van mijn missieplekken. Pak een stuk vlees. Leg dat vlees hier in. Ik zeg, we gaan hem braden. Grillen. En dan gaan we hem eten. En dan zitten we vol qua ruimte. Nou. Over een kleine minuut gaat de zon onder alweer. Dus ik zet deze vast buiten neer. Dan gaan we even slapen, anders moeten we in het donker vliegen. En dan gaan we op pad.